Dames, op 30 april verschijnt er een boek waar jullie alle drie een aandeel in hebben. Jazeker. Vertel. Ja, wij schrijven nu 2 jaar columns om de beurt in Brabant Centrum. En toen wij een keer hier gezellig thee aan het drinken waren, toen dachten we, er moet een bundel komen. Maar zoals dat dan gaat bij drukke vrouwen, dan gaat dat een beetje sudderen en dan blijft het een beetje liggen. En toen? Ja, en toen hebben deze twee dames doorgezet. En, oh, het bordje valt. En ja, toen is toch echt het plan ontstaan om het realiteit te maken, waarheid te maken. En ik vind het heel spannend. En de hond vindt de microfoon leuk. Oh, leuk. Maar de hond is ook een onderdeel van mijn columns altijd. Oké, daar komen we zo op terug. Gaan we even naar Trudy. En toen? Ja, ik kwam dus Marielle bij de Langspier tegen terwijl ik een column zat te schrijven voor de volgende editie weer. En toen dacht ik, nou, dat is er ook toevallig. Ik schrijf de column en daar staat ook een mijn collega column, mevrouw. Dus ik ben er naartoe gelopen en toen hebben we even staan kletsen. En toen al pratend kwamen we erop, we moeten nou toch eens gaan doorzetten met dat boekje. Want het is toch wel echt heel erg leuk als dat bij elkaar komt. We hadden ook veel vragen gehad van mensen van, breng dat nou eens uit. Dus, nou ja, en toen hadden we afgesproken en toen begonnen de coronamaatregelen weer en toen ging het weer langer duren. Maar het ziet er wel uit voor mij als een heel gezellig clubje. Zit ik dan in de buurt? Ja, ja, dat klopt. Ja, zeker. Wordt veel gelachen. Ja, nou ja, voordat wij begonnen met de columns kenden wij elkaar wel een beetje zo vanuit Boxtel, maar niet echt. Ja, dan ga je dat samen doen. Dus je gaat dus, we hebben een appgroepje. En we gaan zo af en toe dus thee drinken en bitterballen eten. Een appgroepje. En wat appen jullie zo al? Oh, van alles. Nou, we begonnen met de columns met elkaar te delen. Zodat je weet, we zijn begonnen met de columns met elkaar te delen. Zodat we dan wisten, hè, waar schrijf jij je over? Dan pak ik een ander onderwerp. Want anders heb je elke keer achter elkaar hetzelfde onderwerp. Hè. En wat is het laatste appje wat jullie gestuurd hebben? Nou, dat we dus dat de proefdruk nog niet binnen was. Want die heb ik net gestuurd. Dus anders had ik hem kunnen laten zien. Maar okay. Jammer. Dus, huisraad heet het. Ja. En waar gaan de columns over? Nou, die gaan over onze drie gezinnen, zeg maar. Maar dan ja, echt over het gezin, wat je als, ja, als moeder met je kinderen in het gezin zoal meemaakt. En kan je vertellen, met je en met je hond. En dan, ja, ik, ja, nou ja, ik kan in ieder geval elke dag en sinds kort ook nacht een column schrijven. Zoveel gebeurt er natuurlijk bij iedereen. Maar hoe vinden de kinderen en de EGA het zelf? Zeggen die wel eens van, gaat niet gebeuren, Jolene? Ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Ja. Want daar hadden we het net over. Mijn sokken bijvoorbeeld. Marielle zegt, waar heb jij toch mooie sokken aan? Nou, die sokken die speelden een hoofdrol in een van mijn columns. En die had ik helemaal klaar om op te sturen. Maar als er iemand in voorkomt, laat ik het diegene altijd even lezen. En zo ook dus mijn dochter. Mijn dochter die had voortaan even grote voeten als ik. En ik trok mijn sokken aan en er zat zand in. Want ze had in de zandbak gespeeld met die sokken. Nou, daar kwam een verhaal over. En toen heb ik met haar samen sokken uitgezocht die zij heel erg lelijk vond. En ik heel mooi, zodat zij ze niet aan zou trekken. En ik dus wel, deze dus. Dan kan er dus nooit zand in komen. Alleen, die mocht van haar de krant niet in. Gaat niet gebeuren dus. Nee, en dan komt hij er dus ook niet in. Ik overleg ook wel zeg maar thuis als ik denk van dit is een beetje een spannend onderwerp. Maar ik ben ook wel aangesproken door een aantal mensen dat ik ja, vorig jaar ergens ben ik gewoon een week zelf de hort opgegaan met de hond. Omdat ik er gewoon past even beu. Ik wilde gewoon weg. En dat had ik opgeschreven. En ik ben daarna door een aantal mensen aangesproken van, gaat alles goed met je en durf je dat te schrijven en wat vinden ze er thuis van? Oh. Maar ja, wij zijn daar thuis heel open in en ja, en nou deze laatste column die er dan deze week in staat, ja, we moeten er allemaal samen hartelijk om lachen. Waar gaat die over? Die gaat over kattengedoe. Oké, okay. En wat kenmerkt jullie columns? Ik denk dat dat wel vrij verschillend is. We hebben allemaal kinderen in andere leeftijdscategorieën, die van mij die zijn echt nog heel jong, dus die zijn vaak wat, nou ja, gewoon dingen die zij zeggen waarvan ik dan meteen weet, dat is een column. Maar het kan ook zijn dingen die je, als je moeder wordt, ga je ook op een andere manier kijken. En vanuit dat gezichtspunt schrijven wij ook wel veel. Maar zou ik bij elk van jullie iets op kunnen plakken van nou, zij is van de humor, zij is serieus en zij is van de... Nee, ik denk dat het, ja, het wisselt echt. Ik denk dat ik over het algemeen wel de midden wat kleinere aanleidingen heb. Maar af en toe ook juist
columns hebt die niet per se om te lachen zijn, maar ook om mensen te laten nadenken. Je wil gewoon dat mensen die column lezen en dat ze denken, oh ja, dat heb ik ook. Ja. Of oh ja, dat heeft mijn buurvrouw ook. Of het moet herkenbaar zijn. Ja, ik dacht bij mezelf, het is een beetje raar om zelf te kiezen uit je column. Om zelf te kiezen van, nou, dit is een leuk stuk. Dus ik dacht, nou, misschien is het leuk als ik jullie vraag van elkaar. Nou, wat vond je nou een leuke column van de ander? Dus ik begin bij Jolene. Ik vind ze natuurlijk allemaal leuk, hè? Dat is een goed antwoord. Ik vind van allebei wel leuk om één te beschrijven. Van Trudy heb ik echt in een deuk gelegen, in een heel druk gezin. En dat kan ik me al te goed voorstellen. Wil je ook een beetje tijd voor jezelf en je partner? En ze had een prachtige column geschreven over dat ze samen op salsa les gingen. Ja. Ja. Op dat... Ze weer te lachen. Ja. Ik had die stond bij mij ook hoog op het lijstje van Trudy. Ja. Ja. En dan zie ik dat helemaal voor me. Heb je die les gepland, alles met de kinderen geregeld. Dan blijkt er een sporttraining van een kind juist op een ander tijdstip te gaan. Terwijl jij de soep nog naar binnen moet slurpen. En gewoon half aangekleed. Half aangekleed, zeg ik nou. Ja. op de dansvloer staat. Ja, en gewoon de croutons nog tussen je tanden, zeg maar. Ja, die vond ik heel leuk. Op 30 april komt hij uit. En waarom op 30 april? Mooie tijd voor Moederdag. 9 mei, Moederdag. Het is een fantastisch Moederdag cadeau, toch? Gaan jullie columns alleen over luchtige dingen? Of is er ook sprake van serieuzere werk? Zeker wel. Volgens mij, als ik zo teruglees in al mijn columns, maar dat is ook gewoon hoe ik ben, dat zit tenminste bij mij en dat is onbewust, maar wel hoe ik in elkaar steek, zit er altijd wel een dieper laagje in. En dan in de hoop dat ik er zelf zeg maar iets mee opschiet met mijn ervaringen. En ja, mocht iemand anders daar iets aan hebben, is dat alleen maar leuk natuurlijk. Maar ik merk dat wel bij mezelf tijdens het schrijven. Ja, dat was voor mij ook wel erg. Dat is voor mij ook, ja. Ik begin zelf soms ook dat als ik iets meegemaakt heb, dat ik denk, dit wil ik dat de wereld weet. En dan probeer ik daar de situatie die gebeurd is, daaromheen te draperen eigenlijk. Ja, de boodschap over te brengen eigenlijk. Ja. Draperen. Ja, draperen. Ja. En columns die kunnen natuurlijk. Het gaat erom dat ze mensen raken. En of dat nou is dat mensen er helemaal om van de bank rollen van het lachen. Of dat ze er ontroerd door raken. Of dat ze erover nadenken. Dat maakt niet uit als het maar raakt. En ik denk dat dat altijd wel het geval is bij de columns die wij schrijven. Kunnen we al iets zien van het boek? Hebben we een boek bij of een proefdruk? Dan kan je wel een plaatje laten zien van de kaft. Ja, leuk. Kan je hem zo zien? Het is hem. Daar komt-ie.